Het is een slecht idee om de ECB de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf te laten overnemen, direct of indirect. Het zou veel beter zijn om het Europese bankwezen nu eindelijk een schoon schip te laten maken. De kerntaak van banken is kredietverlening. Als je die bij banken gaat weghalen, ja, dan ben je eigenlijk met symptoombestrijding bezig. Ten tweede neemt de ECB dan allerlei risico's direct of indirect op de balans. En dat is niet de taak van de ECB. En tenslotte is het ingrijpen in een directe sector in de economie. En dat is al zeker niet de taak van een centrale bank. Als je dat al wilt, moet je dat laten doen door overheden. Kun je veel beter subsidies aan het midden- en kleinbedrijf gaan verstrekken. Dan is het allemaal democratisch gelegitimeerd. Dus het lijkt me geen goed idee. Wat je wel zou moeten doen, is inderdaad het probleem in de kern aanpakken. En dat is het probleem dat het nog te veel, toch niet helemaal gezonde banken in het eurogebied zijn. In ieder geval is daar twijfel over. En wat je zou moeten doen is een allesomvattende aanpak van het bankwezen en tegelijkertijd ook van de overheidsfinanciën. Dat zou er als volgt kunnen uitzien. Je moet de duidelijkheid verschaffen over hoe die balansen er nou precies uitzien. Waar nog de risico's zitten, waar vermogenstitels te hoog zijn gewaardeerd. Dat moet je combineren met een stresstest die aangeeft hoeveel kapitaal banken moeten hebben na een redelijke hoeveelheid stress. En dat betekent dat er banken kunnen zijn die te weinig kapitaal blijken te hebben. Die banken zouden de tijd moeten krijgen, zoals dat ook in Amerika is gebeurd, om kapitaal aan te trekken. Een bepaalde tijd krijgen ze daarvoor. En als ze dat niet redden, dan moeten ze of geholpen worden door overheden, of ze moeten gesloten worden. En het zou goed zijn als daarbij ook een rol speelt de vreemdvermogensverschaffers en in eerste instantie de aandeelhouders van die banken zelf. Je moet dat in combinatie doen met een plan voor de overheidsfinanciën, omdat het toch zeer voor de hand ligt dat aanpakken van die banken niet helemaal gefinancierd kan worden door die banken zelf. Dus de overheid zal daarin mee moeten doen. In eerste instantie nationale overheden, maar die zijn hier en daar ook nog te wankel om er volledig van uit te kunnen gaan dat die overheden dat allemaal zelf kunnen dragen. En dan heb je dus als laatste instantie heb je ook dat het Europees Noodfonds erbij betrokken moet kunnen worden. Idealiter zou het moeten zijn dat je dan tegelijkertijd ook plannen maakt om je overheidsfinanciën in alle landen geleidelijk op orde te brengen. Zodat je echt een totaal aanpak hebt. En dat is veel beter dan nu gericht in het midden- en kleinbedrijf te gaan ingrijpen. Want dan pak je het symptoom aan, die banken nog niet voldoende zijn, zonder dat je het echte probleem aanpakt bij de wortel. En je moet je ook realiseren, je kunt er instappen, maar het is nog weer moeilijker om eruit te stappen. Je hebt de kans dat je de markt van kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf voor een hele lange tijd weghaalt waar die eigenlijk hoort te zitten. Nu zijn we 4-5 jaar in een crisis. De banken hebben nog steeds problemen. Er zijn stresstesten geweest. Wat hebben die dan voorgesteld? Is het in Europa niet verkeerd aangepakt met de banken? Hadden het misschien een paar banken wel failliet moeten laten gaan? Ik denk dat zo is. Het probleem zit wat mij betreft niet zozeer bij de stresstesten zelf. Maar dat de stresstesten niet gecombineerd zijn met inderdaad een aanpak van de banken. De Amerikaanse stresstesten die nu bejubeld worden, die zijn inderdaad succesvol geweest. Niet omdat ze nou zo heel erg streng waren, maar omdat er heel duidelijk aan gekoppeld was, als je de eis niet haalt, moet je zelf kapitaal ophalen. En als je daar niet in slaagt, dan komt er overheidsgeld in. Dat is in Europa veel minder gedaan. En eigenlijk is het omgekeerd. Je moet niet zeggen, hoeveel stress willen we toevoegen? Eigenlijk moet je zeggen, waarom doe je het? Vertrouwen in het bankwezen terugkrijgen. Dat vereist dat er een aantal banken gewoon extra kapitaal moet ophalen. Want dat geeft vertrouwen. Maak de stresstest zo streng dat dat ook nodig is. Maar lever dan ook. En dat hebben de Amerikanen beter gedaan dan de Europeanen.